Ik ben zelf ex-vluchteling. Dus dat betekent dat ik 20 jaar geleden met mijn gezin zonder vader naar Nederland ben gekomen. Mijn moeder en de 4 kinderen kwamen in Nederland aan, kregen een huis toegewezen in het dorpje Zelhem. We kwamen aan en we hadden een ruitjeswoning en het had 4 verdiepingen, een kelder, een zolder en 2 gewone. Maar ja, wij zijn gewend in een kamer te leven, wat heel veel Syriërs en Eritreanen in principe ook wel vaak zijn. Kwamen we aan en we zagen het huis en we denken, wauw, wie zijn onze bovenburen? Ja, dat huis was natuurlijk gewoon leed van onszelf. Nou, dat begon al gelijk met een rijkdom in Nederland, wat wij kregen. We zijn eigenlijk in de eerste weken al verbonden aan een contactpersoon. Een buddy, wat jullie eigenlijk ook zijn. De mensen die onze contactpersonen waren, onze buddies waren, die hebben ons geholpen met Sinterklaas. Ze hebben ons ook meegenomen naar het Openluchtmuseum. En een aantal maanden geleden hebben we met Arnhem voor Vluchtelingen 50 vluchtelingen meegenomen naar het Openluchtmuseum. Voor mij was dat zo'n merkwaardig moment, omdat ik 20 jaar terug met mijn contactpersoon, buddy, op schaatsen zat te leren. En nu zat ik schaatsen aan vluchtelingen te leren. Okay. First you can hold this one. Maar kan ik erin? Zo zie je wel, als je zo'n traject, dat het iets is waarvan wij zeggen 4 maanden. Maar ik uit mijn ervaring weet dat dat 20 jaar is. En nu 20 jaar later, ik heb nog steeds contact met ze. Ik wens jullie echt heel veel plezier met jullie buddy en haal er het echt het beste uit, want het is echt het mooiste contact wat je kan krijgen. Vooral voor de vluchteling, zoals ik. Ik vergeet het nooit meer en ik weet zeker dat zij het ook niet zullen vergeten. Dank jullie wel.